Dit is juf Piek. Zij heeft een verrassing voor twee kinderen. Een enorme bak met snoepkikkers en eentje die helemaal leeg is. Wat gaan de kinderen aan dit probleem doen? Geld eerlijk zullen we alles delen, ook voor kids. We beginnen zo met Lucas en Sven. Hey, ik moet zo even weg. En als ik weg ben, dan mogen jullie de rode doeken ervan afhalen. En dan mogen jullie alvast van die verrassing een beetje snoepen. Zoveel als je wil. Haal de doeken er maar af en snoepen maar. Ik heb allemaal tegelijk. Oh, wat een idiot. Ik deel het. Ik vind het niet eerlijk voor jou. Ik ook niet. Deel het maar lekker. Oh, ik vind het echt helemaal niet eerlijk. Jij mag het les toch? Ga maar kijken. Ga maar snoepen. Ik heb maar 3, hè? Ja. Ja. Ik heb er 1.000. Ik heb jou ook, pap. Zal ik dat even samen kunnen delen, hè? Ja, want ik had er maar 3. Zullen we de helft hebben? Dan heb jij er ook net zoveel als mij. Ik wil hem tot hier hebben. En dan heb jij er ook even zoveel. Waarom heb jij meer? Je graag. Het is mijn tafel. Ga maar snoepen. Ik heb er 3. Mam, ja, ik pak ook niet veel, hè. Ik ga niet alleen eten. Ik neem 1. Hey, ik heb er weinig. Zullen we dit tot de helft leggen? Oké, tot de helft. Nee, je moet het tellen, hoor. Dat is het gelijk. Kom, pak ze goed aan als je kan. Het is dan bijna gelijk. Het is dan bijna gelijk. Alleen nog die kant. Oké, dit is ongeveer wel een beetje goed. Ja. Nee, want bij mij zit het gewoon zo'n beetje aan de zijkant. En nog dit en we hebben even veel. Zullen we alle 2 één opeten? Ik neem die. Ik heb echt veel kikkertjes. We zullen verdelen. Ik wil juist. Dit meisje heeft de grootste berg snoep die ze ooit heeft gezien. Ja. Maar gaat ze delen? Denk het niet, het is donker. Wij delen shit. Ghetto, man. De straat. Ik zeg nee, 10 punten. Deelt niks. Ja, ik kan weer de hele theorie gaan gooien, maar ik weet het niet. Dit is om de eer te redden, hè, wat je nu hebt. Nee, dit is echt 10. Die laatste punch die je nog kan uitdelen. 10 punten, nee. Hallo, dit is donker. Dat is ghetto, man. En jij? Ja, maar ze is opgegroeid in Nederland, dus ik denk gewoon, ja. Gewoon om jou tegen te... Nee, jij hebt het fout heel nu. Cultureel ding. Jij hebt het fout nu. In de Belmer. Ik moest wel even, voordat we gaan kijken, gelijk aan mijn eigen kinderen denken. Hebben jullie dat ook niet, wat die zouden doen? In jouw geval weet ik het dus. Ja. Ja. Mijn dochter zou sowieso delen. Ja, hè? Zeker als ze zoveel heeft, dan is er wel... Oh, weet je, dan zou ze delen. Ja. Het leven is hard. Er wordt gedeeld. Oké, jongens. Ik ben bang dat je gelijk hebt, maar ik wil... We gaan het zien. Deelt het meisje, ja of nee? Laat de stand maar zien, we weten het. 10 punten, het is een alles of niks scenario. Niet dat je meer kan winnen, maar dit gaat meer om die laatste klap die je nog kan uitdelen voordat je huilend de ring uitloopt. We gaan kijken. Wat doet het meisje? Alsjeblieft. We zullen verdelen. Ik wil juist, joh. Maar ik kan maar 3. Heel goed aan. Zo. Dan ben ik lekker eerlijk. Ja. Ja! Ze deelt lekker, hoor. Nou, de eer is gered.